Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. In de lijn van de hele kleine stapjes zetten hou ik het vandaag extreem kort in deze podcast. Want ik wil eigenlijk maar dat je één ding voor jezelf meepikt. Hoe voorkom je uitstelgedrag? Wil je dat echt weten? Ga het gewoon doen. Echt, ga het gewoon doen. Maak het dus niet moeilijker. Dus wil jij een blog schrijven? Ga schrijven. Wil jij een video maken? Ga een video maken. En als die stapjes te groot zijn, als je denkt, nou, ik ga nog steeds uitstellen of het lukt nog steeds niet, maak het dan nog kleiner voor jezelf. Okay, maak het dan mini klein voor jezelf. Meer heb je echt niet nodig om uitstelgedrag af te leren. Dus wil je een blog schrijven en denk je van, boe, dat blog dat is veel te groot voor mij, maak het kleiner. Maken van, nou weet je, ik hoef maar één alinea te schrijven vandaag. En als dat nog niet lukt, maak er dan van, ik hoef maar één zin te schrijven vandaag. En als dat niet lukt, maak dan voor jezelf het vraagstuk van, oké, ik hoef maar één woord op te schrijven voor dat blog. En ga eens kijken wat er daarna gaat gebeuren. Ga je dan in beweging komen, ja of nee? En kom je niet in beweging, ook goed. Je hebt dan één zin opgeschreven bijvoorbeeld. En de volgende dag doe je nog een zinnetje. En op een gegeven moment ga je in de flow komen. Op een gegeven moment ga je momenten pakken en ga je doorpakken. Dus in kleine stapjes ermee aan de slag gaan. Maar in principe pas regel 1 toe. Ga het gewoon doen. Lukt dat nog niet? Hou je jezelf nog steeds tegen om elke dag een stapje te zetten? Maak het dan nog kleiner voor jezelf. Zodat je hoe dan ook in beweging komt. 1 woord opschrijven kan iedereen. 1 zin opschrijven ook. Misschien 1 alinea ook wel. En uiteindelijk heb je dan dus ook jouw eerste blog. Dit is een klein voorbeeld natuurlijk, je kunt het gaan toepassen op elk ander onderdeel. Hoe dan ook, ga het gewoon doen, kom in actie en zet die volgende stap. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.